Goedemiddag. U kijkt naar het weerbericht van weerplaza opgenomen op dinsdag 5 juni. Hardnekkige bewolking. Daar hadden we vanochtend zeker mee te maken en ook vanmiddag zijn er nog steeds wolkenvelden, maar ze zijn wel aan het oplossen. Op de satellietfoto van rond 1 uur zien we ook dat in het noorden de opklaringen er al zijn in het midden breekt de bewolking en in het zuiden ziet het er nog allemaal vrij grijs uit, maar ook daar zal in de loop van de middag de bewolking gaan breken. Betekent wel dat de temperatuurverwachting iets is bijgesteld, want vanochtend dachten we nog wel dat het 25 graden kon gaan worden in het zuiden. Nou, dat zal waarschijnlijk niet meer lukken. De temperatuur loopt nog op in het oosten naar een graad of 24. En vanavond is het dan vrij helder op de meeste plaatsen. Hier en daar misschien nog een enkel wolkenveldje, maar dat gaat wel verdwijnen. De temperatuur tijdens zonsondergang ligt zo rond de 20 graden. Morgen een heel ander weerbeeld: een zonnig weerbeeld, in de ochtend al. Want er is weinig bewolking en de zon die schijnt volop. Het kan dan ook flink warm worden morgen. De temperatuur loopt op naar zo'n 23 tot 28 graden. Verder waait de wind uit het noordoosten en is overwegend matig. Het blijft morgen droog. Op donderdag is dat nog maar de vraag. Het wordt wel weer zo warm. Sterker nog, het kan zelfs een graadje warmer worden. En misschien halen we zelfs in het uiterste oosten de 30 graden wel. Het wordt in ieder geval zo'n 25 tot 29 graden. De ochtend begint met volop zon. In de middag ontstaan er forse stapelwolken. En later in de middag en ook in de avond kan er dan plaatselijk een stevige onweersbui vallen. Zoals het er nu naar uitziet is dat met name in het zuiden van het land. De buien hebben een heel lokaal karakter. Maar. Als er zo'n bui valt, dan is er wel kans op hagel, windstoten en ook lokaal veel water in korte tijd. Ook vrijdag is het nog warm met temperaturen tussen de 24 en 27 graden. En ook dan is er in de middag kans op een enkele bui. En eigenlijk geldt dat ook voor de zaterdag. En als we dan nog even op de lange termijn kijken, dan zien we in ieder geval dat het aanvankelijk nog vrij warm is. Tot en met het weekeinde. En dan vanaf maandag, ja, dan komt er toch wel wat meer onzekerheid in de verwachting. De temperatuur lijkt iets lager uit te komen. Zo rond de 20 graden. Maar zeker is dat helemaal niet. Want er zijn ook nog steeds warme oplossingen in de weermodellen. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u nog een fijne dag.